Café Joseph, een begrip in en ver buiten Antwerpen, zit opnieuw vol met klanten. Begin vorig jaar leek het voorgoed over en uit met dit beroemde danscafé. Maar dat was buiten de nieuwe uitbater Maxime de Laat gerekend. Waarin verschilt Café Joseph ten opzichte van de andere cafés in de buurt? Waarom moeten de mensen juist naar hier komen? Ik denk dat onze muziek wel zeker een troef is. Onze keuze van muziek, ook onze gastvrijheid, onze vriendelijkheid, ons personeel dat dus toch ook wel enorm klantvriendelijk gericht is. We brengen er zelf ook heel veel ambiance in, dus ja, voor een danspasje te zetten moet je zeker hier zijn. En de klanten die konden opnieuw de beentjes strekken op de hits van Wiltura, Elvis Presley en Roy Orbison. Super voor de mensen die hier een jaar lang hebben zitten wachten op dat Joseph terug zou opengaan. Ik kom hier al jongen en ik vind dat plezierig. Die komen allemaal mensen. Die hebben allemaal een verleden en die kunnen er niet bij me zijn. En daar is het. Café Joseph is iedere dag open vanaf 7:30 ochtends tot in de vroege uurtjes.